De behandeling van CRPS met palmitoëtilamine en ketaminecreme. CRPS, of het syndroom van Sudeck, of de dystrofie van Sudeck, is een bijzonder vreemd ziektebeeld. De oorzaak ervan begrijpen we nog steeds niet goed. Wat we wel weten, is dat de ziekte in het algemeen ontstaat na een beschadiging, een fractuur bijvoorbeeld, een breuk van een bot, of een verstuiking van een enkel, of dus in wat zeldzamere gevallen ontstaat het zonder dat we überhaupt begrijpen waarom, vanuit de blauwe hemel zeg maar. Er ontstaat een zwelling, meestal van hand of van voet, die wat blauw gaat verkleuren en soms wat rood, die koud kan worden of juist heel warm. In het geval van koud noemen we het een koude dystrofie, in het geval van warm noemen we het een warme dystrofie. Maar er is één element centraal, dat is, het is een soort ontsteking. En de ontsteking is niet alleen regionaal in de hand die aangedaan is. We kunnen ook ontstekingsfactoren vinden in andere delen van het lichaam, bijvoorbeeld in de andere hand. Er zijn heel veel behandelingen voor Sudeck beschreven, maar eigenlijk is het volkomen onduidelijk wat nu de beste behandeling is. Wij zien patiënten nadat ze in academische ziekenhuizen behandeld zijn en hebben een speciaal protocol ontwikkeld daarvoor. De basis is palmitoyl-ethylenamide, een lichaams-eigen ontstekingsremmende en pijnstillende stof, waar we vaak wat hoog van doseren. We beginnen met 3x400 mg capsules en gaan vrij snel naar 3x2 400 mg capsules. En passen dit soms ook nog aan op basis van het gewicht van de patiënt. En we gebruiken om de pijn en ontsteking lokaal te verminderen, meestal ketaminecreme als eerste stap. En als tweede stap fenytoïnecreme. Op deze manier hopen we van binnenuit met de ontstekingsremmende en pijnstillende stof en van buitenaf met de crème de pijn te verminderen. Op onze site kunt u getuigenissen lezen van een paar patiënten die ernstige Sudeck hadden, in een rolstoel zaten, bijna niets meer konden en die toch met deze behandeling behoorlijk weer op de been gekomen zijn. Een uitleg uit het Instituut voor Neuropathische Pijn.